Deze nieuwsuitzending die gaat over klimaatalarm onder leiding van de VVD. Die mensen bij de VVD die zijn gek geworden. En dat is een ernstig probleem. Ik ga dit zo kort mogelijk proberen uit te leggen. De VVD wil een soort groot project gaan beginnen met zonne-energie. Want dan hebben we geen CO2-productie meer. En dat is dan heel erg goed. Dat is best. Wel is het zo dat wij hier in Nederland 3.2, of 3 als je het afrondt, 3 exajoule per jaar nodig hebben. Een exa staat gelijk aan een 1 met 18 nullen. Dus 3 exa joule per jaar is een 3 met 18 nullen. Oftewel 3 keer 10 tot de macht 18. Dat is ons jaarlijkse energieverbruik in joules van Nederland. Ja. Nou, hoeveel zonne-energie hebben wij hier in Nederland? Nou, dat is 100 joule per vierkante meter per seconde. Dat is de hoeveelheid zonne-energie die wij gemiddeld hebben, winters en nachten meegerekend. Nou moeten we van joule per seconde naar joule per jaar. Om naar die waarde te komen van die exajoules die we jaarlijks nodig hebben. Nou, het aantal seconden in een jaar is 32 miljoen. Dat is 3600 keer 24 keer 365. 36 seconden in een uur, 24 uur per dag, 365 uur per jaar. Het is even rekenen. Dat is 32 keer 10 tot de macht 6. Dat is het aantal seconden. En dan hebben wij 100 joule per seconde per vierkante meter. Dus dan krijg je 32 keer 10 tot de macht 8. Dat gaat keer 100, die 100 joule per vierkante meter, per jaar. 32 keer 10 tot de macht 8 joule per jaar per vierkante meter. Hoeveel vierkante meter heeft Nederland? Dat is 34 miljard. Het landoppervlakte dan. Dus als je die twee vermenigvuldigt, dan krijg je joule per jaar. En hoeveel is dat? Nou, dat is een heel groot getal. Dat is 1.1 keer 10 tot de macht 20. Dus dat is 1, een 1, zeg maar, afgerond met 1. Een 1 met 20 nullen. Dat is de hoeveelheid zonne-energie die op Nederland nedergedaald. Waar je op zich natuurlijk niks aan hebt. Daar moeten er allemaal collectoren voor komen. Die fotovoltaïsche cellen. Maar dit is het, de hoeveelheid zonne-energie die binnenkomt. Nou, wat is het rendement van zo'n zonnefotovoltaïsche toestand? Punt 1, het directe rendement, in die zin, wat brengt een fotovoltaïsche cel op? Dat schommelt ergens tussen de 10 en de 20% onder ideale omstandigheden. Maar die stroom die je eruit peutert, die moet opgeslagen worden in accu's en die moet getransporteerd worden. Ook heb je onderhoud en überhaupt slijtage. Een keer een vervelende hagelbui en ja, er zijn er zonnepanelen kapot. En die moeten vervangen worden. Dat gaat allemaal van je opbrengst af. Ik hanteer hier in dit rekenvoorbeeld een rendement van 5%. Waarbij je dus rekening houdt met punt 1 het rendement van een fotovoltaïsche cel. Wat nou, geen 80% is, hoe kom je erbij? En het feit dat het getransporteerd moet worden, dan krijg je transportverliezen. Het moet opgeslagen worden, dan heb je opslagverliezen. En je hebt onderhoud. En dan moet je dus ook uit deze joules betalen. Nou, als je dat rendement in aanmerking neemt, dan heb je 5.5 keer 10 tot de macht 18, dus 5.5 exajoule uit de stopcontacten van Nederland. Dan heb je gelukkig maar 3.2
exajoule nodig. Want dan houdt het nog steeds in dat je 3.2 gedeeld door 5.5, en laten we het gemak stellen, nou ja, goed, kan je ongeveer uitrekenen, dat is dus 60% van Nederland moet je afdekken met zonnecellen. 60%. Dat is de VVD van plan. Punt 1, het is niet te betalen. En ja, zie je het voor je. Dan kan je afscheid nemen van de landbouw. Want als je van een boer zegt, we gaan 60% van jouw land gaan we volplempen met zonnepanelen. En waar moet die boer dan zijn aardappelen laten groeien? En zijn bieten? Nee, daar kan hij mooi mee ophouden. Klaar. Snap je? Het is een regelrechte ramp. En waarom? Om het klimaat te redden? Gaan we Nederland opofferen? Ja, dan zitten we hier in het donker. Hè? Als je 60% van Nederland gaat afdekken. Dat heeft enorme ecologische gevolgen. Ja. En dan zo'n VVD'er, die heet Markink. Zag ik net. Die gaat het dan even voor Gelderland doorvoeren. Ja, dan gaan we 60% van Gelderland afdekken. Ja, dat zullen die Gelderse boeren leuk vinden. Dus zelfs in de stedelijke gebieden wordt dat behoorlijk vervelend hoor. Als je hier in Arnhem 60% van het Arnhemse grondgebied gaat afdekken met zonnepanelen. Ha 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 ha. Dan kun je zeggen, nou dan begin je met de daken. Maar dan heb je nog geen 60% te pakken, jongen. Ga maar kijken met Google Maps wat je aan daken hebt. Misschien 10, 20%. Ja, 60% moet je hebben. Dan kun je zeggen, nou dan gaan we alle wegen gaan we maar dan overkappen met zonnepanelen. Ja. En dan krijg je dus ook geen licht meer overdag. Hè? Nee, dan kan je overdag met je auto, moet je wel de koplampen aandoen, want je ziet geen steek voor ogen. Alles is dan donker. Maar die Arnhemmers zitten nu al te kankeren dat er zoveel bomen worden gekapt. Nou, dus zo dadelijk worden de bomen gekapt, want de zonnepanelen moeten daar staan. 60% jongen. En het allemaal onder leiding van meneer de VVD'er, meneer Markink, die het licht heeft gezien. En dan kun je zeggen, ja maar Perry, wat moeten we dan doen? Nou, punt 1, niet in paniek raken. Nee. Die fossiele brandstoffen, die heten niets voor niets. Niet voor niets fossiele brandstoffen. Dat zijn fossiele. Dood materiaal. Dood organisch materiaal. Dus aardolie, dat was vroeger een bonte mengeling van plantjes en beestjes. Dus als je die aardolie gaat verbranden, en dat wordt dan weer koolstofdioxide, of dat wordt dan koolstofdioxide. Die koolstofdioxide, dat is een voedingsstof, voedingsstof. Geert Welders zegt, sommige mensen zeggen dat CO2 goed is. Nee, het, goed, waar heeft Geert Welders het over? Het is een voedingsstof voor planten. Zonder CO2 geen plantengroei. Klaar. Ik kan er erg boos over worden.
Nou, dan verbrand je al die fossiele meuk en dan gaat dus de CO2 enorm stijgen en dan gaan de planten enorm groeien. En in de tussentijd moet je je zorgen gaan maken wat je gaat doen als die fossiele brandstoffen op zijn. Dat gaat punt 1 nog wel even duren, hoor. Dat is echt morgen niet op, jongen. Laatst hebben ze weer die shale oil fields of zo gevonden in Canada. Er zit al dat, wat vroeger dus organisch materiaal was, beestjes en plantjes, dat zit daarin. Veel zandpartijen of zo. En met een of ander proces werden ze dan die oliedeeltjes eruit te vissen. Dan kan je weer in de fik zijn. Saoedi-Arabië is ook nog lang niet leeg, hoor. Dus ik weet niet, we hebben minimaal nog tientallen jaren. En ook leren we steeds beter om te gaan met isoleren en dat soort dingen. Ja, zo'n vaart loopt dat niet. Het is niet per morgen ineens dat er geen aardgas meer is, snap je? Nou, in die tijd moeten we gebruiken om na te denken over een goed alternatief. En ik zou niet kiezen voor de fotovoltaïsche cellen. Dat heet dan high-tech. Ik zou dat niet aan beginnen. Veel te duur. Ja, denk weer aan je rendement als een fotovoltaïsche cel kapot gaat. Want die dingen zijn hartstikke duur. Kijk, dat ga ik nu niet doen. Dat doe ik ter voorbereiding van een andere uitzending. Ik ga deze nu afsluiten. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat die VVD'er, die Markink, die moet zo snel mogelijk naar Wolfhezen. Die moet een pilletje krijgen. En overdag rustige activiteiten. Dus niet te laat opstaan. Lekker 6:30 eruit. En dan gaan we eerst. En dat werkt met corvée-dienst. En dan gaat de ene ploeg gaat schoonmaken. En de andere ploeg die gaat het ontbijt klaarmaken. En na het ontbijt gaan we iets creatiefs doen. Een beetje schilderen of klei of zo. Nou, dan heb je van 11 tot 12 heb je een momentje voor jezelf. Dan mag je een boekje gaan lezen als je dat leuk vindt. En rond een minuutje van 12 dan moet het, de lunchploeg moet de lunch gaan klaarmaken. En 's middags heb je nog iets leuks dat je samen gaat zingen. Zo, hè? Fijn rustig dagprogramma voor meneer Markink, dat hij een beetje bij kan komen. En als hij dan bijgekomen is, dan kom ik wel langs. Ik kan ook heel goed hoofdrekenen, want ja, ik denk dat meneer Markink heel gevoelig is voor elektronische straling en zo. Dus een rekenmachine meenemen, dat gaat dan even niet. Maar ik heb anders nog wel een rekenlineaal. En uit mijn hoofd rekenen kan ik ook erg goed, hoor. Met een blaadje papier erbij. Oh. En dan ga ik met hem de tafels doornemen. 1 keer 2 is 2. 2 keer 2 is 4. 3 keer... Kijken of we hem nog kunnen redden. Maar terug de politiek in, dat gaat niet meer voor meneer Markink. Zijn politieke carrière is, wat mij betreft, per nu opgeheven. Alles wat die man vanaf vandaag, en het is nou 27 april, goed te onthouden, want het is de verjaardag van Willem-Alexander. De daadwerkelijke zijn verjaardag, 27 april 1967 is hij geboren. Ja, ik ken mijn dataset houden, data uit de hoogte. Hoe je zeggen datums? En per die datum, alles wat er nog ontvangt aan salaris van gemeentewegen, kaswegen, zeg maar. Dat wordt invorderbaar. Dat gaat hij terugbetalen. Of zijn familie. Je gaat niet Nederland naar de afgrond helpen door 60% te gaan afdekken met zonnepanelen. Omdat toevallig een of andere neef, die kent iemand in die business en dat wordt allemaal hartstikke leuk. En dan zelf zeker gaan verhuizen naar Ibiza en daar in de zon te gaan zitten. En hier in Nederland mag alles aan de kloten gaan. De VVD is de vijand van het volk. Hè? Vijand van Demos. Dat is het. VVD. Vijand van Demos. Demos is Grieks voor volk. Vijand van Demos. De hele partij afschaffen. Er komt een klimaatramp gaan ze veroorzaken. Stop die lui nu het nog kan.
En op zijn hamburgerzaakje, tjus, en dag lieverds, zolang het nog kan.